Linkin Park en Final Masquerade in Airplay Sports. Laatste uurtje, het nabeschouwingsuurtje. En we hebben nu contact kunnen krijgen met Jan Lentjes, de trainer van handbal overwetering. Normaal hoor je hem altijd in de rust van de voetbal. Maar we hebben nu inmiddels gelukkig wel contact kunnen krijgen met Jan. Goedemiddag Jan. Ja, goedemiddag. Hi. Jullie hadden vanmiddag een wedstrijd tegen OBW verloren met 21-19. Ik denk dat dit best wel een harde klap is, of niet? Ja, dat is inderdaad een hele bittere pil. En we hadden vandaag graag af willen maken om de competitie voor ons veilig te stellen met een behoud in deze klasse. Maar dat is niet gelukt helaas. Nee, want jullie moeten tiende worden minimaal of negende zelfs? Tiende om veilig te zijn en elfde om beslissingswedstrijden te spelen. Mm-hmm. En nu staan we tiende. Dus oké. Okay. En hoe is de wedstrijd verlopen vandaag? Kun je ons een beetje meenemen na vanmiddag? Nou, we hebben eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aangelopen. Maar dat kwam eigenlijk in de eerste 5 tot 10 minuten. We misten toch een hele hoop opgelegde kansen. Waaronder een paar 7 meter worpen. En de tegenstander bleef gewoon met regelmaat een doelpuntje maken. En ja, dat gaat natuurlijk een beetje werken in de hoogte van de speelsters. Ja. En dan is het natuurlijk een mentale slag van, kun je dat wel of niet volhouden. En dat lukte dus uiteindelijk niet. Dat lukte niet meer om nog even om te turnen. Sorry? Het lukte niet meer om nog even weer dat schakeltje om te zetten? Nee, inderdaad. Ze hebben er wel van alles aan gedaan om het te proberen om het om te zetten. Het is natuurlijk ook een spelletje waarvan je zegt van je moet toch de rug rechten en door blijven gaan en met je hoofd proberen te spelen, ook al lukt het niet. En als je in een split second moet beslissen en je maakt dan op dat moment verkeerde keuzes, dan is dat natuurlijk heel jammer. Maar ik kan de ploeg daar in ieder geval niks verwijten in de zin van ze hebben echt ervoor blijven knokken. Dat vind ik dan weer wel. Oké, dat is in ieder geval wel een goed teken. Want het is volgende week ook jullie laatste kans. Jullie staan dus nu op plek 10. Evenveel punten als OBW. Die op 11 staan. Volgende week spelen jullie de laatste wedstrijd tegen Bentelo Dames 2. Hoe ga je die wedstrijd toe? Nou, de wedstrijd is niet volgende week, maar over 2 weken. We hebben gezegd van het is nu weinig zin om te analyseren natuurlijk. Maar we zullen onze rug moeten rechten om in ieder geval de laatste wedstrijd echt alles uit het spel te halen. Want de concurrenten die treffen elkaar ook. Hè? Met name de ploeg die op 1 punt boven ons staan. En OBW, dat zijn ploegen die de naaste concurrenten krijgen. Dus voor ons is het zaak om te focussen op onze eigen wedstrijd. En kijken van of we die naar binnen kunnen slepen. Ja, nou ik hoop het voor jullie dat het in ieder geval volgende week goed verloopt. En dat jullie in deze klasse kunnen blijven. Naar een jaar dat jullie hier kunnen handhaven. Het zou in ieder geval mooi zijn. Ik wil jou veel succes wensen. Gaan jullie trouwens volgende week nog een oefenwedstrijd doen? Of is het even een weekje bijkomen en alles geven voor de laatste wedstrijd? Ja, het laatste inderdaad. We gaan alles geven om de laatste wedstrijd naar binnen te halen, ja. Kijk, goed oefenen, goed trainen.